Ja, het was een wedstrijd zoals zoveel. Alleen met één bijzonderheid, dat je zo naar de andere kant staat te coachen. En dat is toch wel apart, moet ik zeggen. Ja, ja, kom maar, kom maar, kom! Kom, 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 like it. Kijk nou uit, Jan Meijler, Ros. Kijk. Maar vooraf vooral, tijdens de wedstrijd heb je daar eigenlijk geen erg meer in. En is het een wedstrijd die gaat om uiteindelijk om het winnen. Van Vlerken, de rechtervleugelverdediger met de voorzet. Ook dat lukt niet. En dan is het tijd voor Jong AZ. Reinders, de centrale middenvelder. Goede paas op Freddy Friday. Friday, en die maakt dat keurig af, zeg. In de 36e minuut zet hij de 0-1 op het scorebord. Ik begrijp dat jullie een etentje hebben gehad, omdat Dennis jarig was afgelopen donderdag. Ik neem dan toch aan dat het dan wel over voetbal gaat en misschien ook wel over dit duel. Nee. Helemaal niet. Daar hebben we... Echt, dat sfeer ik op mijn kinderen. En ik heb nog een zoon. En daar hebben we gisteravond totaal niet over gesproken. En vanochtend was hij nog vrij. Ik was ook vrij. Zijn we ook niet bij elkaar geweest. Het is gewoon een wedstrijd op zich. Met de bijzonderheid dat je zoon coacht. Fredrik! En dus ziet Martin Haar dat het goed gaat met zijn ploeg ten opzichte van de ploeg van zijn zoon. Konings niet. Mauro Junior ook niet. De overname is van Kramer. Kramer op die Gianni Reinders. Daar is hij weer. Daar is het paasje weer. Daar is het Friday. En weer maakt hij het af. Heel eenvoudig. Freddy Friday met zijn tweede van de avond. Misschien snappen een heleboel mensen het wel en een heleboel mensen niet. Maar als Dennis verliest van Den Bosch vorige week en ik van Eindhoven, ben ik er ook doodziek van. En als ik verlies van Fortuna, ben ik er ook doodziek van. En nu win ik. En natuurlijk is Dennis daar doodziek van. En je stapt dan toch van het veld dat je hebt gewonnen. Je bent blij voor je eigen team. Maar je voelt toch ook wel, tenminste ik voel als vader zijnde wel, hoe hij zich voelt. En dat is toch anders. Meis, mijn in het broekzak. Die witzakken. Wat dan, man? Hey. Wat dan, Fred? Wat dan, zo. Kijk daar. Ik ben er eentje. Is het een wedstrijd die gaat om uiteindelijk om het winnen? Nou, dat is niet gelukt. Dus het was geen lekkere ervaring. Thanks. Bedankt. Dit was hem. Ja.